Vandaag nemen we na 16 maanden afscheid van burgemeester Erik van Heiningen. Ik moet zeggen, waarnemend burgemeester. Opvolger Michiel Graus wordt op maandag 16 januari geïnstalleerd. En dan ben jij FTSE, als je dat zo mag zeggen. Ambteloos. Beetje weemoed over die zaak, meneer van Heiningen? Zeker. Ik vind het lastig om meneer of Erik te zeggen, dus ik zal afwisselen in dat gesprek. Dan stap ik herrie. Ja. Maar zeker weemoedig. Sommige mensen zeggen tegen mij in deze fase, nu ga je onthechten. Ik ga helemaal niet onthechten. Ik ben gehecht aan deze gemeenschap, aan deze gemeente, aan de mensen om me heen, waar ik prima mee heb samengewerkt. Loslaten. En dat is lastig, zeker omdat ik ook wel iemand ben die graag in controle is. Ja. Dat heb je inmiddels al bewezen. 16 maanden is niet lang. Heb je als waarnemend burgemeester in zo'n periode invloed? Laat je iets achter, als je dat zo mag zeggen? Ja, je laat, als je je werk goed gedaan hebt, altijd iets achter. Je moet voor jezelf nooit standbeelden willen oprichten. Ik ben een teamspeler en ik ben in de sport natuurlijk graag thuis, maar ik ben ook wel een aanvoerder van een team. Dat ben ik hier ook al geweest, kan ik zeggen. Karakters verloochenen zich niet. Ja, dat zit in je. Tegelijkertijd ben je daarom ook een waarnemend burgemeester. Het is echt het teamwork dat de prestaties verricht. En ik heb een bijdrage mogen leveren aan teamwork. Ja, en we begonnen al met weemoed en opgetogen, dat soort zaken. Je verlaat de gemeente straks. Wat je verlaat is ook weer een nieuw begin. Waar ga je naartoe als je deze gemeente verlaat? Wat is je volgende bestemming? Want we weten dat je je baan hebt opgegeven bij de Raad van State om deze functie te kunnen aanvaarden. Ja, zo hoort dat ook, zo moet dat ook. Ik heb echt geen idee. Ik heb ook niks in mijn binnenzak, dus ik speel ook geen spelletje. Maar dat hoort ook bij de waarnemend burgemeester. De toekomst is wat ongewis. Maar zoals iedereen tegen mij zegt, het komt vast goed, zo denk ik dat zelf ook. Ja. Betekent dat je nu naar een WW-uitkering gaat, als je dat zo mag zeggen? Nee, dat heet wachtgeld voor burgemeesters. Wachtgeld. En dat is voorlopig voldoende om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging? Nou ja, dat is gewoon een wettelijke regel. En we hebben nog 2 weken de tijd, dus er kan nog heel veel gebeuren. Kan nog veel gebeuren. Dus laten we daar maar vooral vanuit gaan. Ja, positief. Het blijft bovenaan staan. Bodegraven van Reewijk is een gemeente in financiële nood. Wij spraken daarover toen je binnenkwam. Toen stelde je jezelf dat daar best orde op zaken gesteld kon worden. Ik vat het wat samen. Ben je tevreden met zoals zich dat heeft ontwikkeld in de afgelopen 16 maanden? Ja, ik vind eerlijk gezegd dat kon niet beter. En wat ik geconstateerd heb, is dat in mijn rol als aanvoerder van het team, ik ook wat nagedacht heb samen met andere mensen over de opstelling. Want ik heb ook in de gemeenteraad gezegd, er is heel veel kwaliteit in bestuur en organisatie. Misschien voorgehouden, in de spiegel kijkend, we moeten verder vooruit kijken. Want als je op een schip staat in kokende zee en je kijkt alleen maar naar de voorplecht naar beneden, dan zie je niet waar het schip naartoe moet. En het gemeentebestuur, gemeenteraad en college hebben laten zien in de afgelopen periode waar dit schip naartoe moet. Dat is nog wel een lange reis voordat die financiën compleet gezuiverd zijn. Maar de besluiten die de raad genomen heeft bij de begrotingsbehandeling, zeg maar november vorig jaar, daar ben ik wel een beetje trots op dat dat gebeurd is. De koers is uitgezet, de bakens zijn verzet. Is dat mede door het nieuwe college gebeurd? Is dat ook een levert dat een bijdrage? Er is toch een soort nieuwe crew aan boord, zou je mogen zeggen. Ja, maar de reder die blijft hetzelfde, de reder die het schip laat varen. Het vorige college was zich ook al bewust van de situatie en ik heb eigenlijk niks meer gedaan in mijn rol als aanvoerder, is uit de lucht grijpen wat er hing, wat mensen eigenlijk zelf ook al wisten. En in die zin heeft het oude college een belangrijke bijdrage geleverd door het hersteldocument te maken, dat aan de nieuwe politiek over te dragen. Dus in die zin zie je wel een rode draad door het gemeentebestuur en gemeentepolitiek lopen, waardoor ik iedere bijdrage echt even belangrijk vind. En het nieuwe college gaat natuurlijk weer wel met nieuwe elan, met frisse moed, deze reis aan. Dat klopt. Nu heb je het over de wethouders, het gemeentebestuur in directe zin. In dit gemeentehuis zijn in het afgelopen jaar 80 nieuwe ambtenaren naar binnen gekomen, heb ik begrepen. Dus hier verandert de bemanning enorm. Wat betekent dat voor zo'n organisatie? Want dat zegt nogal wat. Dat is ongeveer, het is bijna de helft, mag je zeggen. Ja.
Ja, er waren natuurlijk ook in het gemeentebestuur zorgen over de ambtelijke organisatie. Dus een van de grote opgaven in de afgelopen tijd is ook geweest om die organisatie opnieuw op poten te zetten. Ik prijs onszelf gelukkig met de kwaliteit van de mensen in het huis. Dat vind ik echt verfrissend. Dankzij al die goede ambtenaren is er heel veel goed werk verricht. Maar de setting, de cultuur van de organisatie was met het credo zelfsturend niet goed op poten gezet. Daar moest echt iets veranderen. Tegelijkertijd, de arbeidsmarkt is ook heel erg wisselend. Hè? Mensen kunnen heel snel overstappen. Dat je kunt makkelijk weg. Dus de kunst is nou om met deze organisatie in een nieuwe stijl, de doorontwikkeling, om mensen vast te houden. En ik zie ook heel veel mensen jarenlang goed werk hier doen. Dus ik ben ook wel hoopvol dat mensen willen werken voor een organisatie die ambitie heeft, hè, die koers zet. Die zegt, wij gaan echt het beter doen, nog beter doen. En dan moeten jullie een belangrijke bijdrage gaan leveren. Ik zie dan wel lichtpuntjes. Mensen houden van ambitie, mensen houden van reuring. En dan is 80 een getal wat slechts een getal is en niet iets om je aan vast te houden. In die zin vind ik dat niet de grootste zorg. Nee. Als wij de organisatie goed als gemeentebestuur neerzetten en met een goede ambtelijke leiding en een goed contact tussen college van burgemeester en wethouders en de ambtenarij, dan komen we er samen wel uit. Ja. Er ligt nu een collegeprogramma tot 2026. Ja, mooi. Eerlijk aan de slag. Het is, het is een rapport wat er mooi uitziet, dat mogen we zeggen. Een van de doelstellingen is de dienstverlening aan de inwoners, burgers wordt vaak gebruikt, te verbeteren. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik vind het mooie van dit collegeprogramma dat we het hebben. Want deze gemeente was niet gewend om met een collegeprogramma te werken. Dat was een heel breed raadsprogramma dat weinig sturing gaf uiteindelijk. Ik ben erg ermee toegedaan dat je moet sturen vanuit een visie, vanuit een koers. Dit helpt het college. En een van de belangrijke prioriteiten is natuurlijk, wat lever je nou aan de burgerij? Aan het bedrijfsleven, aan de organisaties, aan de sport, de kerken enzovoort. Al die partijen die belang hebben bij een gemeentebestuur. En wat ook geconstateerd is, dat deze organisatie niet goed gestructureerd was. Voor de buitenwereld was het heel moeilijk om een aanspreekpunt te vinden. Om dezelfde persoon te blijven spreken over hetzelfde onderwerp. Er was ook best boosheid over. Zeker. Dus ik denk eerlijk gezegd dat met meer structuur en koers dit ook beter georganiseerd kan worden. Dat de wethouders niet de ambtenaar hoeven te spelen, want de wethouders werden heel diep de organisatie ingezogen. En dat we daardoor met elkaar die buitenwereld beter gaan bedienen. Ik moet tegelijkertijd constateren, het voorzieningenniveau in Bodegraven-Reewijk is hoog. De burgers in deze gemeente, Bodegraven-Reewijk, de fusiegemeente, mogen niet klagen over wat er allemaal beschikbaar is. Ik hou van het motto, kan altijd beter. Ja. Het kan hier op dat vlak ook echt stukken beter. En ik zie dat gebeuren. Ja, dus dienstverlening wordt beter. Dat was de vraag. Ja, en omdat we meer over koers denken, ook meer over prioriteiten denken. Deze organisatie, durven kiezen, is dat? Durven kiezen. Deze organisatie had ook best een kwaliteit. U vraagt en wij draaien. Maar daar maak je de organisatie ook helemaal gek van. U vraagt en wij draaien. Want natuurlijk zoveel gevraagd. Wat niet altijd met elkaar spoort, wat niet met beleid spoort. Dus als je dat meer met elkaar in evenwicht brengt, dan kan je ook zeggen, in het collegeprogramma staat, dat gaan we regelen. Daar focust ons op. Maar dat vind ik wel een van de dingen uit dit programma. Er staat vooral in, dit gaan we regelen en dat gaan we dan en dan doen. Er ligt nog veel open. Het vraagt nog veel bestuurskracht om dat allemaal. Altijd. Maar het is concreet gemaakt. Er staan maanden, kwartalen bij. Dat is echt in de toekomst allemaal. Ja, je kunt gisteren niks regelen. Dus het gemeentebestuur is al een tijdje actief. Hè? Ja, maar je kunt gisteren niet doen wat er vandaag moet gebeuren. Dat is een mooi gezicht. Dus morgen gaat het gebeuren, overmorgen en de weken daarna. Bestuur is ook verwachtingenmanagement. Je kunt dan iedereen alles beloven. Nee hoor, dat gaan we morgen regelen. Dan kweek je teleurstellingen. Ik vind dat de gemeentebestuur prioriteiten mag stellen, moet stellen. En met de cultuur in de organisatie van balanceren van wat we kunnen, keuzes maken en tegen die burgerij zeggen, dat gaan wij dan en dan doen. Ja, dat zegt ook dat je een aantal dingen niet doet. En als je alles maar alles binnenhaalt en het vervolgens niet waarmaakt, ja, dan creëer je natuurlijk heel veel boosheid en teleurstellingen. Dus ik heb er echt veel vertrouwen in. U gaat het van afstand volgen. Want binnenkort wordt de ambtsketting ingeleverd.
Nee, die lever, die draag ik. Figuurlijk. Die draag ik over aan Michiel Groos, mijn opvolger. Ja, oké, dat is geen inlever, dat is overdragen. Overdragen. De 16e ben je er ook nog bij, dat is het moment van overdragen. Ik mag die raadsvergadering leiden. En dan komt er een mooi symbolisch moment waarop ik de ambtsketen overdraag aan Michiel Groos. Ja, en dan rij je terug naar Dordrecht die avond, ja. Over de A12 en de A20, of A16, wat is het? Ja, A16. En dan op een gegeven ogenblik kijk je terug naar Bodegraven-Reewijk. Wat laat je echt achter? Wat zit in je hart van deze gemeente? De warme contacten met de mensen, de warmte waarmee ik ooit ontvangen ben. De ontmoetingen met de mensen die voor mij allemaal hoogtepunten zijn. Ja, een vraag zou kunnen zijn, wat zijn hoogtepunten? Nou, ik zei al, voor jezelf moet je nooit iets van een figuurlijk standbeeld willen oprichten. Maar allemaal zulke mooie ontmoetingen, zo'n verrijking van mijn leven weer, dat ik dat heb mogen doen. Dus dat zijn de herinneringen die ik meeneem. Ja, wat laat ik achter? Ja, mijn bijdrage aan de doorontwikkeling in deze gemeenschap. Warme contacten. En hopelijk dus wat herinneringen bij de mensen hier thuis, waarbij ze denken, nou, het was toch fijn dat we Erik als waarnemer mochten hebben. Was een aardige vent. Dat dat mooi in evenwicht is met elkaar. Ja. Ja, en mijn band met Bodegraven-Reewijk is echt gesmeed. Hè. Dat is de pijn in mijn hart die ik ook een beetje heb bij vertrek. Ja, ja. Ja, zo gaat het. Nou, je neemt het allemaal mee en dan kom je hier nog af en toe langs waarschijnlijk. Zeker, zeker. Ja. Wat natuurlijk erg grappig was voor mij toen de commissaris Bodegraven-Reewijk noemde als aanbod. Dat ik onmiddellijk moest denken aan mijn voorouders. Ja. Een Cornelis van Heningen in 1793 geboren in Reewijk. Ja. Een gezin van 10 kinderen die daar woonden en werkten. Ongetwijfeld sappelden. Zo was dat in die tijd. Ongetwijfeld keihard werkten. Die later migreerden naar Leemuiden om daar kleermakers te worden. Maar in die zin, ja, ik was in mijn geschiedenis, in mijn eigen hoofd, altijd wel een beetje met Reewijk verbonden daardoor. Ja. Ja, was het ook echt zo of kwam dat toen boven? Maar nee, doe ook niet toe. Ik heb stamboomonderzoek gedaan, dus ik weet dat zeg maar vanaf 18e eeuw terugkijkend honderden jaren lang voorouders leefden in Waddinxveen, Bodegraven, Alphen, Boskoop, Reewijk. Ja, het heet ook nog Leenwaarder, de jonge man van Waarder als een van de aantekeningen in zo'n stamboom. Dus, ja. Nee, dat had die verbondenheid was er. Dat had ik wel in mijn hoofd. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Je hebt tenminste afscheid genomen van de gemeenteraad al. Dit is daar een tastbaar voorbeeld. Het geschenk van de raad, zeker. Ja. Krijgt het een ereplek in je woning? Het is of de woonkamer thuis, of het wordt weer een plekje in een volgende functie. Ik draag een hele reeks prenten, schilderijen, foto's met me mee. Ja. Die ik steeds een plek probeer te geven daar waar ik werk. Dus dat moet nog even uitgezocht worden waar die komt. Maar plekje, dat komt goed. Een plekje krijgt hij. Het is natuurlijk een prachtig stilleven van Reewijkse Plassen. Ja, de Reewijkse Plassen. Maar vind je dit ook symbolisch voor het leven in Bodegraven-Reewijk? Natuur, kracht, straalt het uit? Is dat is wel een verstilling. Hè? Dus ik moet wel een moment van reflectie hebben dat we hier zo naar kijken, anders zou het somber worden. Ja, zo kun je het ook zien. De somberheid draag ik niet mee, maar waar ik van hou is wijsheid. De prachtige luchten hier boven. Niet de donkere wolken, maar je doet de prachtige luchten. Ik ben een optimistisch mens. En ja, ik hou van natuur. En iedereen weet dat ik van zwemmen houd. Dus in die zin, ja, dit heeft meerdere herinneringen. Ja. Je vertelde aan het begin van ons gesprek nog even dat je elke morgen in het koude water zwemt, in Dordrecht. Heb je ook in de Reewijkse Plassen wel gezwommen? Of? Ik heb ook in de Reewijkse Plassen gezwommen, op een mooie septemberdag. Ik heb een beetje last gehad van de problemen rond de kwaliteit van het water, waardoor er lang niet gezwommen mocht worden. Ja. En daar heb ik me ook aan gehouden, want ik wil wel het goede voorbeeld geven. De burgemeester moet het goede voorbeeld zeker geven. Als ik privé zou zwemmen, zou ik het risico misschien wel nemen. Maar je bent nooit privé als burgemeester. Maar als burgemeester moet je het goede voorbeeld geven. Ja. Ja. Ik wens je heel veel succes wat je ook gaat doen. Veel plezier vooral. En op naar de nieuwe uitdaging. Dank voor dit gesprek. U bedankt voor het kijken. En we zijn volgende week terug met een nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wieleke. Tot ziens.